Ik ben Ellen Roels, ik ben onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. En samen met mijn collega's Niklas, Hendrik, Gabriel en Bram heb ik een robotica-workshop ontwikkeld. En die robot kan eigenlijk op en neer bewegen. En er zit ook een lampje in het hartje dat kan knipperen. Dus de mensen konden zelf die instellingen kiezen en zelf programmeren. Er zijn 334 robots gebouwd tijdens het Nerdland Festival. En die hebben we allemaal naast elkaar gezet om zo één lange robotketen te vormen. En dat is een Guinness World Record geworden. Dus we hebben het wereldrecord langste keten van geassembleerde robots daarmee behaald. Het geweldigste moment vond ik nog altijd dat op het moment dat er geteld werd. Onze keten van robots stond daar dan. En ze moesten allemaal tegelijk blijven werken, maar tijdens het testen viel er soms toch wel eentje kapot. Natuurlijk, dat gebeurt als er veel robots tegelijk zijn. Dus dat was een heel spannend moment. En als je dan aangekondigd wordt dat het record effectief behaald is, ja, dat is geweldig. Dat is een moment om nooit meer te vergeten. Dit project is eigenlijk verder gezet. We wilden toch iets maken dat niet eenmalig was. En dus zijn we verder een kit aan het ontwikkelen waarin scholen, klassen kunnen leren ook hoe een robot werkt, welke de verschillende onderdelen zijn en hoe die met elkaar interageren. Dus dat wordt een kit die binnenkort voorgesteld gaat worden en die scholen kunnen uitlenen in de bibliotheek. Of we onze wetenschapscommunicatieprijs gaan vieren? Het zal redelijk beperkt zijn. We werken ondertussen ook niet allemaal op dezelfde plaats meer. Maar uiteraard hebben we ons wereldrecord zelf al uitvoerig gevierd, dus daar was zeker geen gebrek aan.